Vijf journalisten zijn gisteren voor hun bijdrage aan de Surinaamse journalistiek gedecoreerd door Stichting Satyadharma. Het gaat om onder andere vier leden van de Surinaamse Vereniging van Journalisten. Carla Boetius, Ivan Cairo, Wilfred Lewin, Kwaraisi Nageser Singh en Bisham Chandralal. Secretaris van Satyadharma Nalini Mahabir geeft aan dat de onderscheiding is georganiseerd omdat het werk van de gedecoreerde hoog wordt geacht. En we willen u huldigen en dank zeggen voor het bijzondere werk dat u verricht en uw verdienstelijkheid op het gebied van journalistiek. Vooral de journalistiek, want ik heb begrepen dat er meer activiteiten zijn die u ontplooit. Dus niet alleen beperkt tot uw werk dat u doet. Zo zorgt u als journalist ertoe, u zorgt ervoor dat de samenleving tijdig en adequaat geïnformeerd wordt over belangrijke gebeurtenissen. Hetzij globaal, dus nationaal of internationaal. En u zorgt ervoor dat wij ook gedegen verslaggeving van u ontvangt. Zo houdt u de maatschappij op de hoogte van de politieke, economische, sociale ontwikkelingen en nog veel meer. Laatstelijk heeft u ons ook allemaal in kennis gesteld en op de hoogte gehouden van de verkiezingen in Amerika. De secretaris noemt het belangrijk dat de gedecoreerden de vaardigheid bezitten om ingewikkelde vraagstukken begrijpelijk te maken voor de gemeenschap. Ze benadrukt dat de journalisten als waakhond daarom gewaardeerd moeten worden voor het werk dat ze verzetten.